In 2022 kwamen er 48.000 asielzoekers naar Nederland. Dat is nog exclusief de Oekraïense vluchtelingen. Dit jaar worden dat er meer en er zijn 75.000 opvangplekken gevraagd door het COA dit jaar. Dat is een stad ter grootte van Gouda. Daar valt natuurlijk niet tegenop te bouwen. Daar heeft de VVD van mevrouw Schippers iets voor bedacht. De dwangwet. Dat betekent dat er in iedere gemeente, dus ook in uw stad of dorp, een asielzoekerscentrum komt met alle problemen mogelijk die we kennen van Budel en Ter Apel van dien. Die hangen daarmee samen. Nou, dat is natuurlijk geen doen. Wij zijn voor een asielstop. Daarna gaan we onze immigratie controleren via het Deense model. Daar is jij in 20 al druk mee aan de slag. Wij gaan niet dweilen met de kraan open. Dat is onhoudbaar. Wij draaien de kraan dicht. En dat kan in de Senaat. U kunt op 15 maart nog meebeslissen hoe de Senaat gaat stemmen over de VVD-asieldwangwet.